nu ben ik er weer, Natural Beauty CJ. Vergeven voor mijn stem, voel me niet zo lekker. Maar ja, vandaag zal ik het hebben over de verschillende manieren hoe ik mijn haar bedek. S'avonds wanneer ik slaap, of overdag wanneer ik weet van ik ga nergens, of ik ben gewoon echt thuis. En ja, ik chill gewoon thuis en ik mijn haar toch wil bedekken. Als je wil zien welke design, blijf deze video maar volgen. Natural Beauty. Can't ball in a life, man. Toast. So we are coming here with a force. Blessings we are reaping. Ik zal dan starten met mijn bonnet. En dit is mijn favorietste. Zebra bonnet. Ja, ik hou van zebra print. En ja, die ziet ook nog een lijntje hier. Dat je haarlijn dus bedekt, je edges bedekt. Verder is er ook deze. Deze had ik bij Sassiva Plein gekocht. Dit had ik ook bij Sassiva Plein gekocht. En toen was het volgens mij 20, ook 20 is hij hoor. Maar ik kan het tot nu toe niet meer vinden. Laatst ben ik een Surinaamse onderneemster tegengekomen op Facebook. Die dus bonnets maakt van satijn. Dus echt silk scarves maakt. Dubbelzijdige en een bonnets maakt die een print hebben. En ik kon dat niet voor mij laten gaan. Ik ga er hieronder linken. Ik ga er Facebook een page linken, zodat jullie dan direct naar de page kunnen gaan. En ze, ik heb dus deze blauwe met print. En dat heeft een schildpad erop. Koop van schildpadden. Maar dit is gewoon stof. Dit is gewoon katoenen stof. Of ja, ik weet niet wat het is. Maar dit is niet goed om je haar mee te bedekken. Maar als je naar binnen kijkt, wat zie je daar zo shiny? Het is satijn van binnen. Dus dit is echt nodig om je haar te bedekken. Dit is nodig om mooi shit binnen te houden. Dit is nodig zodat je haar geen vocht verliest en dus droog raakt. Ze had deze met een print. En dan heeft ze ook zulke dubbelzijdige. Dus like reversible. Eén dag weer blauw. En reverse. En de dag is het groen. Dus je kan het gewoon aan beide kanten kan je het gebruiken. Ik ook gebruik. Stel, ik heb echt geen zin om mijn haar te binden. Een satijnen kussensloop. Heel simpel. Je stopt je kussen hierin. Je ritst hem dicht. En je gaat slapen. Soms laat ik ook gewoon net mijn bonnet op en ik slaap op een satijnen kussen. Soms, ik slaap op een satijnen kussensloop. Dan heb ik het over mijn zijde of een silk scarves, mijn zijde en doekjes. Dit is een van ze wat ik gebruik. Dit is echt een zijde of satijnen doek. Ik vouw meestal dan gewoon in de helft of op de helft, zo in een driehoekje. En dan bind ik mijn haar. Heb je ook deze? Deze heb ik bij Catmina gekocht. Het was 15 SRD. En dit heb ik gewoon bij een Chinese winkel gekocht voor, ik denk, 20 SRD. En dan ga ik het hebben over eentje die waarschijnlijk niet bij velen bekend is. En dat is die buff. Dit, hè. Je kan het ook gewoon gebruiken als een headband. En ja, hoe doe je dat? Ik heb nu gewoon twist, maar stel mijn haar zo los zijn en echt groot zijn, dan zou ik hem dan gewoon zo oprollen. En dus dan zo trekken naar achter. Het is echt handig voor mensen die veel haar hebben, die lang haar hebben, die hun haar echt gewoon in het gezicht willen. En ja, ik weet niet, als die mensen met dreads dit ook zouden kunnen gebruiken. I don't know, maar ja, het is heel multi-inzetbaar. Het is multifunctioneel, maar dit is het dus. En ja, ik zei, je kan het ook als headband gebruiken. Daar heb je dan een headband. En ja, een derde optie. Stel het is 31 december of je bent ergens en rook irriteert je. Shawel. Opties lie. Dit heb ik gekocht bij Benny's. Ze hebben een filiaal op de hoek van de Benjaminstraat en de Gravenbergstraat. En eentje in het noorden in de Gompertstraat. En het was 12,50 voor je. Ja, wat ik was vergeten om te zeggen over deze bonnet. Die dame of de ondernemer heet op Facebook All That
hair accessories. Ik ga er hierin taggen, zodat je direct op die page kan gaan. En het is heel voordelig. Het is echt groot. Ik weet niet, als je het ziet, is echt groot. Dus het is voor mensen met weinig haar, met middelmatig haar en ook met groot haar. Wat ik wel heel minder vind, is dat het hier, of ja, maar het is ook nieuw. Het is een beetje strak, dus ik moet het echt een beetje rekken zo. Maar voor de rest, het is niet al te strak, dus het doet mijn hoofd niet pijn. Het is net goed. Het is zo leuk. Het is zo colorful. Ja, deze twee had ik gewoon via Facebook besteld. Heel snel een reactie gehad, heel vlot een service gehad en ik ben heel dankbaar daarvoor. Deze had ze niet meer in voorraad, dus deze had ze laten maken. En ik heb het volgens mij zaterdag was ik aan het chatten en ik heb mijn scars dan dinsdag of maandag al kunnen halen. Dus goede service. En ja, check even die page. Er zijn ook andere modellen, andere kleuren. Ik bedoel andere kleuren van die reversible en van die print. Check it out. En ja, support your locals. Ja, dat waren dus de manieren hoe ik mijn haar dus 's avonds bedek. Of 's middags wanneer ik gewoon thuis zit te chillen. En lekker en gewoon ontspannen. Mijn buffs, mijn bonnets, mijn scarves, mijn satijnen kussens lopen. Any manier hoe je een kan maken dat je haar langer vocht behoudt. Mensen met krullend of kroeshaar verliezen heel snel vocht. Dus elke manier om dat langer binnen te houden is sowieso een plus. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Dit was Natural Beauty CJ. Blijf mijn page maar volgen. Ga naar mijn YouTube channel Natural Beauty CJ. En klik op subscribe voor zij die al gesubscribed zijn. Thank you. En blijf me maar volgen. Tot de volgende keer. Bye.